generatie die bijna toe is aan een pensioen, die zeggen we gaan nog één keer het huis verbouwen. Maar dan willen we het ook echt gewoon hebben, zodat wij daar gewoon 20, 25 jaar met veel plezier gebruik van kunnen maken. Dus hebben ze gezegd van nou, dan moeten we in ieder geval het huis zo maken dat het allemaal makkelijk bereikbaar is. Dus dat betekent bad eruit, douchepak eruit. Wat belangrijk is, de hoogte uiteraard van het toilet. Niet te hoog, niet te laag. Maar ook het esthetische verhaal is voor deze mensen erg belangrijk. Het moet wel een mooi plaatje worden. We hebben gekozen voor uiteraard een ruime douche. Wat van belang is natuurlijk, stel dat er wat gebeurt, dan moet er iemand eventueel die helpt bij kunnen. Ik heb ze toch geadviseerd om een zitgedeelte te maken in de douche. Geen meubel, twee wastafels. Dat eventueel als er een rolstoel zou moeten komen of douchestoel, dat men dan ook daaronder kan, onder de wastafels. En dit geheel is helemaal voorzien van vloerverwarming. Dus ook geen matjes die op de vloer moeten, wat ook alleen maar gevaar met zich meebrengt voor het eventueel vallen. Antislip-tegels uiteraard in de hele badkamer. Antislip zegt het woord al, dat je dus niet uitglijdt. Maar wat ook van belang is, dat het niet te extreem is. Want schoonmaken is natuurlijk ook een verhaal. Het oog wil ook wat, zeg ik altijd. En ik vind het gewoon van belang dat het er ook goed uitziet. Print is eigenlijk niet van belang. Maar waar het wel om gaat, dat het oppervlakte goed behandeld is. Ik ben van mening dat je altijd moet bouwen voor de toekomst. Ik vind gewoon als je toch tijd en geld investeert, doe het dan voor de toekomst. Want het zal gewoon in de toekomst steeds moeilijker worden om zorg van buitenaf te krijgen. Dus men moet zien dat men zo lang mogelijk in een eigen omgeving kan blijven. We hebben gekozen niet voor een opklapbaar stoeltje, maar om een vaste zit te maken in de douche. Als men nog wat vitaal is, kan men er ook de voeten op zetten te wassen. En wij vinden het gewoon wat fraaier. Thermostaatkraan met vaste hoofddouche en verstelbare douche. En hier de designradiator, wat wel zo fijn is dat ze gelijk vanuit de douche hun warme handdoek kunnen pakken. De spiegel is in hoogte verstelbaar. Je kunt hem op de hoogte zetten dat je als je in een rolstoel zit of een douchestoel, dat je er goed in kunt kijken. Maar op het moment dat er nog niks aan de hand is, en dat is ook van belang, hangt die op een normale hoogte. Kortom, een badkamer met alle comfort voor de toekomst en die er dan ook nog eens een keer heel goed gelikt uitziet.